Na 40 jaar trouwe dienst gaat de F-16 met pensioen. Verslaggevers Sylvain Schoonhoven en Olof van Jolen belichten het paradepaard van de luchtmacht met een boek, Missie F-16, waarin jachtvliegers vertellen over de glamour van de jongensdroom, maar ook over de schaduwzijde, bijvoorbeeld als je burgerslachtoffers gemaakt. Uitgerekend vandaag is dat groot in het nieuws. Verdere vragen, is vliegen moeilijk? Wat doe je in een noodgeval? En hoe was het nou echt in brandhaarden als Afghanistan, Bosnië, Kosovo en Syrië? Welkom heren. Wie zei tegen wie de F-16? Daar moeten we eens een boek over schrijven. Volgens mij moet ik die claim doen. We hebben samen vorig jaar een ander boek geschreven, Liggen blijven, over de eerste terreurbestrijders van Nederland, ja. De BBE Mariniers. In de jaren 70, hè, De Punt. Ja, nou, dat project dat beviel ons allebei zo goed dat we eigenlijk, toen dat al klaar was, toen dat nog geen eens in de winkel lag, hadden we al zoiets van we willen door. Want het is gewoon hartstikke mooi om een boek te maken samen. Ja, want jij bent van de afdeling Defensie en jij van de terrorisme. Ik schrijf over terrorisme en veiligheidsdiensten, ja. Dus dat sloot heel mooi op elkaar aan. Heel veel samen en in dit geval... Waar kijk je dan naar? Nou, in dit geval wisten we dat dit jaar het 40 jaar geleden is dat de F-16 in dienst genomen is. Ja. En daarnaast komt ook, die is net binnen, vorige week net binnengekomen, de F-35, zijn opvolger. Dus je zal zien dat die rol van de F-16 langzamerhand minder wordt de komende jaren. Dus het was een heel mooi moment om stil te staan bij die historie. We komen straks meer op het boek, maar wat voor beeld, Sylvain, is er naar voren gekomen? Wat voor mensen zijn F-16 piloten eigenlijk? F-16 piloten zijn... Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, hè? Piloot. Je moet eigenlijk vliegers zeggen, ja. Ja. Zij zelf gruwen van de term piloot, ze noemen zichzelf vliegers. Waarom is dat? Want het is toch gewoon iemand achter een stuur? Piloten zijn de mensen in de Transavia 747's die naar... Ibiza vliegen. Naar Malaga. Oh, oké. Okay. Ja, dat even duidelijk is. Ze vinden zichzelf vliegers, hè, jachtvliegers. Ja. En wat voor soort mensen zijn dat? Ja, het zijn over het algemeen mensen die bezeten zijn van het werk wat ze doen. Hè. Dus, zeker perfectionisme. Ze willen die taak met zo goed mogelijk uitvoeren. Het is natuurlijk een technisch beroep. Hè. Moeilijk, lijkt me. En een beroep waarin je ook allerlei ingewikkelde morele keuzes toch moet maken. Ja, zijn er veel vrouwen eigenlijk? Nee, wij hebben 3-4 vrouwen geïnterviewd, waarvan 3 op de F-16 hebben gevlogen. Op dit moment zijn er geen vrouwelijke F-16-vliegers meer. Dat is een zeldzaamheid dus. Ja, ze zijn allemaal de dienst. Ja, sowieso is de F-16 nieuws deze week, want minister Bijleveld van Defensie erkende gisteren nog dat er een tweede Nederlandse bombardement is geweest waarbij burgerdoden zijn gevallen. In 2015 was er een veelbesproken aanval op Hawija in Irak, waarbij meer dan 70 doden vielen, IS-strijders en burgers, lang verzwegen door Defensie. En dit zijn beelden die horen bij een tweede aanval in hetzelfde jaar, ook in Irak, in de buurt van Mosul, op een vermeend IS-hoofdkwartier, volgens Amerikaanse inlichtingen. Alleen, het bleek een woonhuis te zijn met een onschuldig gezin erin. 4 mensen komen om het leven en de Nederlandse jachtvlieger Stefan, die dat bombardement uitvoerde, die had daar heel lang geen idee van, heeft hij gezegd tegen Eén Vandaag. Wanneer wist u hoe het echt zat? Nou, dat heeft zeker nog wel een jaar geduurd, denk ik, voordat ik echt alle informatie tot mij had gekregen en dat ik op dat moment kon zeggen, ja, hier zijn waarschijnlijk toch wel slachtoffers gevallen en hier hebben we mensen geraakt die we eigenlijk niet hadden willen raken. Dat lijkt me sowieso al een drama om te beginnen. Waarom is deze man onherkenbaar in beeld en heet hij alleen Stefan? Heeft hij geen achternaam? Ja, Stefan is niet zijn echte naam, is een pseudoniem. Je moet je voorstellen dat het met 2 dingen eigenlijk te maken heeft. Het heeft aan de ene kant te maken dat zo iemand natuurlijk niet in de wijdere wereld bekend wil komen te staan als de piloot die burgerdoden maakt. Nee. Dat drukt heel zwaar op je. En daarnaast, en dat is ook niet denkbeeldig, maakt hij zich ook gewoon zorgen over zijn veiligheid. Wanneer je zou weten wie hij is, is er in Nederland ook niet zo heel ingewikkeld te achterhalen waar je woont. En dat wil je natuurlijk niet. Geen dat mensen wraakacties die... of dat soort Nee, regeringen. Uit angst voor wraakacties. Je wil niet dat soort mensen thuis aan de deur hebben. Ja, hij is er ziek van, zegt hij vandaag in de krant. Een uitgebreid artikel van jullie allebei. Op wat voor manier heeft hij daar last van? Nou, hij heeft die actie ook gepland. Hij heeft hem niet alleen uitgevoerd, maar ook gepland. Eigenlijk verliep die actie precies zoals hij dat op papier had voorzien. Ja. 2 bommen laten vallen op 2 blokken. En doelwit vernietigd. Hij ging terug, debriefing, goed verlopen. En eigenlijk pas weken later kreeg hij opeens te horen van die missie van toen. Ja. 20 september, daar is iets mee. Daar moeten we misschien toch nog even naar kijken. Want het kan zijn dat daar iets mis bij is gegaan. Dus dat was niet direct, maar pas weken later. Ja. Vervolgens krijg je een toch maandenlang durend onderzoek. Hè. Dan wordt er gekeken naar van ja, er zijn inderdaad toch burgerslachtoffers gevallen. Hè. Ja. En
hoe kan dat? Waar is het misgegaan? Ja. Vervolgens blijkt dat niet bij de Nederlanders te liggen die de actie gepland hebben, maar bij de informatie die daaraan vooraf ging, die afkomstig was van de Amerikanen. De Juist. Amerikanen hebben met drones gekeken naar dat huis, wat daar gebeurde, en hebben eigenlijk op basis van niet meer dan 1 uur en 35 minuten de conclusie getrokken dat dat een hoofdkwartier was. En dat was incorrect. En daar heeft Stefan zich op gebaseerd. Maar hij is natuurlijk wel degene die op de knop heeft gedrukt in dat toestel. Wie kan je dan zeggen dat hier verantwoordelijk voor is? Nou, kijk, die jongens voelen dat zelf, of mannen voelen zelf natuurlijk wel een morele verantwoordelijkheid. En ze zullen altijd blijven denken van, had ik op een of andere manier iets kunnen zien? Had ik hier op een of andere manier iets aan kunnen voorkomen? Maar in dit geval is het toch wel redelijk helder dat dit puur een verhaal van de inlichtingendiensten is geweest. Okay. Want die aanval is 's nachts uitgevoerd, aardedonker. Ja. Dus wat zie jij dan? Ja, jij ziet een huis of je ziet een gebouw en je weet van oké, dat moet volgens de informatie die wij hebben een hoofdkwartier zijn van een terroristische groep. En je doet gewoon je werk. Doet op dat moment je werk, ja. maar weet je, natuurlijk als mens, hij zegt dat ook heel mooi vandaag in de krant bij ons, hij zegt ook van ja, ik heb wel een heel gezin gedood. Ja. En dat drukt zwaar op je. Zeker als toen hij op een gegeven moment foto's begon te zien van die slachtoffers. Ja. Ja, bedoel, je bent wel, je kan nog zo denken van volgens de procedures heb ik alles goed gedaan. Je blijft ook mens. En je denkt niet, ja, dat kan gebeuren. Er worden heel vaak bombardementen absoluut uitgevoerd. Absoluut niet. Weet je wel, het hoort erbij. Nee, maar wat denk ik wel echt dominant is met al die mensen die wij gesproken hebben. Ik bedoel, de Nederlandse F-16 vliegers en waarschijnlijk ook hun buitenlandse collega's, maar dat hebben wij niet zelf kunnen vaststellen. Maar dit zijn hele professionele militairen die echt tot het uiterste gaan om hun werk zo goed mogelijk te doen. En als zoiets als dit gebeurt, vinden ze dat verschrikkelijk. Ja, dat duidelijk is. Het zeker geen cowboys. Tegelijkertijd stellen ze wel vast dat het eigenlijk onvermijdelijk is. Hè? Ze zeggen ook van ja, je kunt eigenlijk geen oorlog voeren zonder dat daar burgerslachtoffers bij vallen. Nederland heeft 2100 bommen gegooid op dat land. En ja, het is onvermijdelijk dat daarbij op enig moment burgerslachtoffers vallen. Ze zeggen eigenlijk wel van, er is niet eerder een oorlog geweest waarbij het risico op burgerslachtoffers zo klein is geweest. Okay. Vanwege de enorme inspanningen die verricht worden om voorafgaand aan zo'n luchtaanval te kijken of het doelwit echt klopt, of daar geen burgers in de buurt zitten, wat het effect is van zo'n bom. En ja, maar dan toch kan het misgaan. Dus het is eigenlijk heel bijzonder dat het zo misgaat. En helemaal bijzonder aan dit verhaal is dat we niet alleen de kant hebben van Stefan, de jachtvlieger, maar ook van dat gezin. Want jij, Silvan, hebt een nabestaande gesproken. De vader van het gezin, die heeft het overleefd. En die is daar kwijtgeraakt. Zijn neef, zijn broer, zijn dochter en zijn eigen vrouw. En hij doet zelf, je hebt hem gesproken, zijn verhaal op beeld. Laten we daar ook even naar kijken. So, I looked to the left and there was debris all over my wife. And right away I knew that she was gone. I tried to stand up. I started calling my daughter's name. Nothing. I would like justice to be served. Me and my family, we have lost 4 members. Ja, dat hakt er even in. Ja, dat was een hartverscheurend interview. Ik denk dat zowel ik als de televisieverslaggever als de cameraman, die zaten eigenlijk met tranen in hun ogen te luisteren hoe deze man vertelde hoe zijn leven is vernietigd. Ja, niet alleen is hij. Want dat zie je ook nooit, deze kant. Nee, deze kant zie je nooit. Ja. Hè? Deze meneer heeft in Amerika gewoond een tijdje. Spreekt goed Engels. Weet de wegen te vinden om zijn boodschap naar buiten te brengen. En kan dit dus vertellen. Maar er zijn natuurlijk ook gevallen van mensen die dit nooit naar buiten zullen kunnen brengen. Nee. Was ook de keuze die we gemaakt hebben, juist in het boek. Silvan heeft dit hoofdstuk geschreven toen ik het las in eerste instantie. Hij kreeg daar zelf ook een brok van in mijn keel. Mm. Maar juist omdat je ziet de twee kanten van een oorlog. He, je ziet alleen maar verliezers. Je ziet de verliezer, letterlijk deze meneer die zijn gezin kwijt is. Maar ook de worsteling die het bij een vlieger teweeg brengt. Ja. En dat wilden we ook heel graag. We wilden geen verhaal met alleen maar glorie en fanfare. Nee, ook deze beroerde kant van wat erbij hoort en het vak, dat wilden we ook heel nadrukkelijk juist laten zien. Ja, hij wil gerechtigheid, zei hij aan het einde. Hij is natuurlijk heel veel kwijt. Behalve 4 mensen heeft hij geen huis meer, een paar auto's, werkloze verwondingen. Precies, hij is ook zijn gezondheid kwijt. Ja. Hij is zelfs het stuk grond kwijt waar zijn huis op stond. Want dat is ingenomen door alle Sjiitische milities. En hij is ook nog zijn goede reputatie kwijt in Mosul. Omdat mensen denken van, hey, dat was toch jouw huis, dat IS-hoofdkwartier. Want je bent gebombardeerd, dus je zal wel de vijand zijn. En hij krijgt geen brief.
brief van de Amerikaanse overheid waarin staat van... nee hoor, deze meneer is geen IS-commandant. Nee, hij kan het niet aanduiden dat hij echt oké is. Wie gaat er zorgen voor die gerechtigheid? Wie moet dat doen volgens jullie? Nou ja, ik ben bang dat deze meneer niet veel verder gaat komen. Gisteren is er door de minister ook gezegd van we voelen ons verantwoordelijk. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn mooie woorden. Maar wij zijn niet aansprakelijk op basis van het oorlogsrecht. Ja. Dat is allemaal waar. Maar ja, meneer verkoopt daar niet veel voor. Want die heeft er niks aan. Zij zeggen van ga maar naar de Iraakse autoriteiten. Maar ja, dat heeft hij natuurlijk al gedaan. En daar valt gewoon niet zo heel veel te halen. De Amerikanen, moeten die niet betalen? Ja, die hebben zich ook bereid verklaard om te betalen. Alleen, dat is een bedrag nauwelijks hoger dan $10,000. Daarvan zegt hij van, wow. Ja, dat staat natuurlijk in geen verhouding tot wat er gebeurd is. Hij zelf raamt overigens de schade op $500,000. Maar goed, ergens daartussenin... kun je zo iemand toch tegemoet komen. Alleen is de vraag of hij dat ooit van welke partij dan ook betrokken gaat krijgen. Ja, nou, als daar nieuws over komt, dan lezen we dat ongetwijfeld van jullie terug in de krant. Even terug naar het boek, want er staan nog veel meer verhalen in. En opvallend is dat die heel openhartig zijn. Want dit zijn natuurlijk dingen die normaal geheime missies zijn... waar wij allemaal helemaal geen weet van hebben. Maar dat is letterlijk een boekje open gedaan. Het interessante was dat de start van het project eigenlijk voor ons was van... Je weet dat Nederlandse vliegers de afgelopen kwart eeuw bijna permanent in het buitenland zijn geweest. En daar hebben deelgenomen aan allerlei missies. Maar dat is het. Het bleef heel erg aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld voor de landmacht weten we dat veel beter. Er was een embedded programma waardoor je mee kon op pad in Oeruzgan. En echt met embedded eigen ogen kon dat zien. Dat je mee mag. Ja, precies. Ja, okay. Met eigen ogen kon zien wat daar gebeurde. Maar die vliegergemeenschap is heel gesloten. En daardoor, je ziet die toestellen de lucht in gaan en je ziet ze terugkomen. En dat was het. Mm-hmm. En nu voor het eerst geven ze echt inzicht... In het werk wat ze hebben gedaan, maar ook wat dat werk met hun deed. Ja. En dat is minstens zo verrassend. Hebben jullie tijdens het werken aan dit boek gedacht... ik zou ook wel eens F-16 vlieger willen zijn? Nou, ik heb vooral momenten gehad dat ik dacht van... het is toch een heel ingewikkeld vak, hoor, ook moreel om uit te oefenen. Je hoort ook hoeveel sommige vliegers daarover spreken in termen van... zij ergen zich er eigenlijk aan dat Defensie het vaak houdt op... wij schakelen doelwitten uit, wij leggen logistieke centra plat en zo. Zij zeggen van nee... Het beeld wij, dat we hebben ook. Ja, zij zeggen van nee, wij zijn daar om mensen te doden. Ja. Zij spreken daar op een wat afstandelijke manier over. Sommigen hebben het bijvoorbeeld over het uitnemen van poppen. Poppetjes, autootjes. Ze spreken daarover op een manier of ze eigenlijk schaakstukken van het bord nemen. Dat is het natuurlijk in feite ook. Maar ga er maar aan staan. Sommige van deze mensen hebben 100, 200 mensen uitgenomen, zoals zij dat noemen. Ja. Dat is dan je werk. Poppetjes, om het maar zo te formuleren dat het wat minder hard binnenkomt ook. Waarschijnlijk om daarmee te kunnen leven. Dat je zo'n rol, echt zoveel strijders van de vijand uitschakelt. Hij gaat nu met pensioen, de F-16, na 40 jaar. Terwijl geloof ik de vraag was of hij het jaar 2000 nog wel zou halen. Hè, wat gebeurt er met de F-16's die we nog hebben als Nederland eigenlijk? Nou, sowieso is hij er nog een aantal jaar. Hè, want voordat het eerste squadron helemaal operationeel is met F-35's... heb je het over jaren later. Die zijn nu echt aan het opbouwen. Dus de komende jaren zal die F-16 in ieder geval de basistaken blijven doen. Dus dat is het bewaken van het eigen luchtruim. En als het nodig is bijspringen voor de verdediging van het NAVO-grondgebied. Ja. Waarschijnlijk geen missies meer, maar hij zal er dus nog zijn een aantal jaar. Ja, en daarna denk ik niet dat er heel veel employ voor zal zijn. Kijk, verkopen naar het buitenland? Er zijn toestellen verkocht in het verleden, maar wat best bizar is om te weten... is dat de F-16's die door de VS al in de woestijn zijn geparkeerd als pensionado's, afgedankte toestellen... Ja. Die zijn nieuwer en moderner dan waar de Nederlandse luchtmacht mee vliegt. Wow. Dus op de wereldmarkt zal er voor de Nederlandse F-16's niet direct heel veel interesse zijn. Maar ja, misschien als de prijs heel gunstig is, wie weet. Wie weet. Terwijl we toch wel heel veel hebben uitgegeven aan de opvolger, de F-35. Mogen we Joint Strike Fighter nog zeggen eigenlijk? Of? Ja, dat is altijd een beetje discussie. Ja. Het project heette ooit Joint Strike Fighter. Maar goed, die naam is wel heel erg aan dat toestel blijven hangen. Dus van mij mag je dat gewoon zeggen. Maar met Van Vliegers krijg je op je kop als je het daarover hebt. Oké, want die verdienen ook onderhand wel nu al een boek. Hè? Terwijl de eerste net gearriveerd is. Met het hele toestand dat die onthaald is met water en met schuim per ongeluk. Waardoor dat hele eerste toestel onderzocht moet worden of die niet misschien gaat roesten. Dat niet misschien schadelijk was. Hij staat er wel weer meteen lullig op. Nou ja, dat is een beetje pech gehad, maar... Nou ja, wie weet dat er in de F-35's een boek zit. Nu nog even niet, denk ik. Maar wie weet over een aantal jaar. Laat ze er eerst maar eens wat echte avonturen mee beleven. En dan hebben jullie ook straks weer wat op te schrijven. Sylvain Schoonhoven, Olof van Jolen. Ik wil jullie bedanken voor je uitgebreide verhaal. Missie F-16 is
al te krijgen. Vanaf vandaag. Vanaf vandaag online en in de betere boekhandel, mag ik aannemen. Correct. Nogmaals dank.